Bubbly. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, ik ben vandaag hier. Ja. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ja. Zo jongens, daar zijn we alweer. Het is vandaag een beetje bewolkt. Ja. Maar het is niet echt per se koud. Het is niet koud, maar het is wel je laatste dag van je zomervakantie. Ja. Dus dat is wel jammer. Ja. Ja, dat is heel jammer. Maar goed, we gaan even de vissen voeren. We gaan even de eenden voeren. En even kijken. Ja. Even kijken, er ligt een blaadje in, die kan eruit. Huppatee. Hup. Nou, een beetje verspreiden. Anders gaan ze allemaal één plek. Op één plek. Zo. Oké, nou dat is goed. En dan hebben we nog de eenden natuurlijk. Die moeten ook even wat eten hebben. Zo. Kijk waar de opening zit hoor, hier. Nou, ze laten van zich af eten vandaag. Even wachten, ze zijn er nog niet. Ze zijn denk ik op vakantie ook. Nou, dat zijn dat waterkipjes, dus ga je maar ietsje eventjes van die korrels. Dan komen ze vanzelf. Huppata. Ja, daar komen er al een aantal. Nee. Ja, volgens mij is er wat in het water, want ze zijn onrustig. Ja. Ze zijn bang. Ze zijn bang. Oké, nou ja, dan even nu geen voer. Oh. Nou, die kan die ook weer dicht. Ja, ik weet niet wat er in het water zat. Even kijken. We gaan vandaag nog wat doen. Oké. Ja. En je hebt nog geen idee wat natuurlijk. Nee, zoals altijd weet je dat niet. Nee. Wat zat er in de planning voor de komende 2 weken eigenlijk? Wat hadden we eigenlijk afgesproken wat we zouden gaan doen? Geen idee. Oké. Wie zou er over 2 weken komen? Rosie. Ja. We gaan er nu al ophalen. Waarom? Dat mag. Dus wij gaan zo meteen naar Capelle toe. Oké. En dan gaan we Rosie halen. Oké. Ja. Oké. Dus dan moeten we even we gaan een boterhammetje eten. Ja. En dan vertrekken we. Okay. En dan ga je je kleine rode kitten halen. Ja. Okay. Is dat wat? Ja, ik denk het. Oké. Nou, en dan heb je er 3 te vermaken. Ja. Oh, oké. Is dat oké? Ja. Is goed. Nou, dan gaan we even gaan een boterhammetje eten. Ja. En dan gaan we naar Capelle. Ja, ben je zover? Kunnen we gaan? Ja. Zit jij bij? Ja? Ja. Alle kanten uit de huiskamer. Ja. Huppata. En je schoenen pakken. En je schoenen pakken. Let's go. Nou, deur. Link de deur. Deur. Ja. De deur. Die kleine rode, die springt zo naar buiten. Ja, gooi is het al om de auto geweest. Ja, die rende natuurlijk zo naar buiten. Nou. Ja, omdat mama Ja. Ja, die is een boefje. Ja, precies. Maar in de lalasje zeker. We gaan op weg. Ja. Half uurtje. Ja. We zijn er bijna. Ja. Zeker. Bijna. Het zijn een paar minuutjes. Ja. Denk je een beetje dat ze gegroeid is? Ik weet het niet. Ik denk het wel. Ik hoop het wel. De laatste keer was ze nog relatief klein, maar wel een heel lekker dik buikje. Ja, dat zeker. Met hele kleine poemelige voetjes. Ja. En nu is ze groot genoeg om weg te gaan. Ja. Ze heeft de 13 weken prik gehad, want de 12 weken prik. Dus ze is helemaal goed gekeurd door de dierenarts. En vandaag mag ze weg. Ja. Dus dan gaan we het ophalen. We hebben de kooi achterin staan, bakje. Die kan zo meteen tussen ons in staan als we weer naar huis rijden. Ja. En hoe zwaar was ze dan vorige week? Dat weet ik niet meer. Je had iets 1,5 kilo. Ja, ze was al zwaar. Maar ik weet, ik weet niet meer of het 1,5 of 2 kilo was. Nee, 1,5 denk ik. Ja. Ik denk dat het 1,5 was. Nou ja, dan is het natuurlijk al best wel zwaar. Moet het even opzoeken, want ik heb het in een berichtje staan. Dus dat ga ik nog even opzoeken. Ja, ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe ze er nu uitziet. We gaan het zien. We zijn er bijna. Ja, we zijn er bijna inderdaad. We gaan zo de auto parkeren en dan gaan we naar boven. Yep. Alright. Ja, het regent. Het regent. Ja, het was vorige keer ook, hè? Ik voel de druppels. Het was vorige keer ook toen we hier liepen. Ja. Ja, de Capelle trekt de regen aan. Ja, of zoiets. Ja. Maar goed, nou ik ben wel benieuwd. Ik ook. Ja. Vind je het ook spannend? Ja, eigenlijk wel. Vind je het super spannend? Grote rode puntenoren van me. Ja. Ja. Ze heeft echt een hele grote oren op de foto te zien tenminste. Ja.
Dus ik ben heel erg benieuwd wat Asha en Marley vinden. En ja, Kaya weet wel een beetje. Ja. Die vindt er niks aan. Ja, ja, die oudjes die denken, oh, weer een jonkie erbij. Nou, Noetje vindt het niet super erg. Nee. Dus ik ben heel benieuwd wat Noetje ervoor over vindt. En ja, natuurlijk Asha en ja, Marley. Ja. Dus ja, voor Kaya weet ik het al, want die vindt er helemaal niks aan. Oké. Okay. Die denkt alleen maar, oh, ja, oh, laat me gewoon slapen. Ga weg. Ja. Nou, we gaan even kijken hier. Oké. Ja, zo. Koud. Ja. Kijk niet. Daar gaan we. Daar gaan we. Doe, 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 doe. Doe. Nu nog. Ja, het is even eng. Ja, word je zo uit je huis gehaald. Ja, probeer er een beetje stil te houden. Zo. Ja. Nou, superleuk. Stamboom erbij. Ja. Ja. Gold King Rosie. Rosie? Ja. Ja, jij bent Rosie, hè? Nou, het regent nog steeds, hè? Ja. Het waait ook hard. Het waait ook. Ja, koffertje stil. Nou, moet je gauw lekker naar het warme huis brengen. Ja, zo lekker. Warm blijft het binnen. Ja. Zo, hup. Spannend hoor. Hè? Ja. Oh, 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 oh. Twee van die ruimte duiveltjes. Ja. Nou, daar liggen ze dan. Ja. Heel erg ontspannen. Ik probeer een beetje door het koordje heen te filmen. Ik heb niet open. Nee, we zitten die gordel aan vast. Oh, oké. Okay. Maar ze ligt heel rustig, zoals jullie kunnen zien. Ze is helemaal niet... Ze is niet aan het miauwen. Nee. Ja, zo, nog wel laten zien. Ze is echt heel rustig. Ja, ze ligt gewoon lekker te liggen. Kortjes omhoog. Ze is gelijk eigenlijk zo gaan liggen en niet anders. Nee. Ja. Nou, dit gaat wel goed hoor. Ja. We gaan thuis kijken wat er gaat gebeuren met onze andere frutseltjes. Ja. Waar blijven ze? We zijn er hoor. Hallo. Hallo. Ja? We zijn er weer. Ja. Waar zijn ze nou? Nog in de ja, doe de deur maar open. Kom maar, ja. Even rustig aan, het Zoetermeerse lucht is heel anders dan in Capelle. Ja. Ja. Even een tasje. Tasje, Annie. Annie, zal ik hem even aanpakken? Ik heb hem even openpakken. Waar zijn we nou? Asha. 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 Rosie. Rosie. Dit is Rosie. Ik zei, ja, ik zei... Zachtjes, hè. Rustig doen. Nou. Kan zo goed ook een huis dan een keukenkast zijn. Ik heb geen idee. Ja, mensen, even door. Zit niet achter de deur? Achter de deur? Ja, wel, Loetje. Ja, ja, oké. Okay. Nou goed. Jij mag zo meteen, hoor. Zo, even wachten. Dit. Ja. Ja? Zo, nou. Even kijken, even 2 seconden. We draaien even naar het licht toe, even omdraaien. Moet je zo omdraaien.
Je zit voor het licht. Ja, je zit voor het licht. Ja, sorry, maar ik doe even. Ja, zo, ja, dat kan je ook. Hé, dan even. Hé. Nou. Ja, wil je eruit? Doe maar open. Doe maar open. Komt u maar hoor. Ja, kom maar, Rosie. Even kom wachten. Kom maar. Je moet de andere kant op. Ja, ze komt als je... Ze komt zo. Je moet even de eigen tempootje. Kom maar. Ja, eerste stapjes in huis. Kom maar. Kom maar. Armen. Ze heeft een viesje. Oké. Dat is schatje. Wat is spannend allemaal, hè? Oh. Lekker. Hoi. Wil je trap lopen? Ja, goed zo. Hoi. Hoi. Even binnen, hè. Je ziet jezelf in de open haard. Ja. Ja, nou. Nou. Noet gaat even kijken. Nou, die heeft het al gevonden. Heb je het al gevonden? Kijk. Hoi. Treintje. Een babyboes. Oh, wat doet er? Niet zo heel veel. Huppatee. Even ruiken. Ze is niet gelijk. Maar... Ze is niet bang. Ja. Je moet denken, hé, babyboes. Ik zie je nou, heb ik weer een babyboes. Dit kontje ken ik niet. Zo? Ja, zo. Kontje, hè? Ja. Oh, nee. Even snuffelen. Is het een babyboes? Dat geef ik niet. Dat mag even doen. Moet die vindt het wel. Die weet dat het zwint. Nou, Loetje, het is wat, hè? Nog een babyboes. Nou. Maar Loetje loopt dan ook gewoon weg. Ja, die komt zo meteen wel weer terug. Die hou ik wel vol, hoor. Ja. Hallo. Hé. Hey. Wat is dit in de mini? Ja, even winnen, hè. Hé. Hey. Mag ik naar beneden springen? Dat zou knap zijn. Nou, nee, toch niet? Vind je toch een trappetje? Trappetje. Mag ik je eien? Ja, even zo. Ja. 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 Ja, hè? Even ruiken alles. Ja. Nou, laat dus die is al... niet bang hoor. Nee, nou, ik zou zeggen, laat die andere ook niet komen. Gewoon de deur open. Laat de deur open dan. Ja. Dus ik kan me even wennen. Alleen moet je niet. Ja, dan komen ze vanzelf wel naar beneden. Je is waarschijnlijk al bij de deur gaan staan. Ja. 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 Nu stond al. Nu stond te wachten. Ja, ik stond al te wachten. Ja. En hoe heet dit poesje dan weer? Rosie. 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 Dus nou, we hebben Marley. Rosie, Asja, Noetje en Kaya. Ja. Het is echt heel raar om te zeggen. Heb je al gekeken? Kom eens. Kom eens kijken.
En dit is ook een Maine Coon. Ja, hetzelfde soort als Marley. Dat is wat je wil, hè? Je wil gewoon even ruiken. Je denkt, hey, deze poesje ken ik nog niet. Dit is een nieuwe poesje. Lekker. Oh, kijk. Hey. Marley. Hey, kijk eens, Marley. Hey, die moet nu aan de poesje ruiken. Hé, hey, wat ruikt? Er zit een poesje aan mijn bakje. Er zit een andere poesje aan de bakje. Er zitten al lekker brokjes te eten. Nou, dat twee Maine Coonetjes. Ja, die ken je al. Nou. Eventjes iedereen weer een plekje krijgen. Is goed, hè. Dat komt ook bij jou wonen, hè? Ja. Dat komt bij jou wonen, hè? Dat zijn Maine Coonbroekjes. Oké. Die vind ik ook lekker. Dan moet je even snuffelen. Oh, kijk, nou. Het wordt tuintjes allemaal. Doen het. Tuintjes doen het lekker. Hmm. Op het lekker eten. Naar de andere. Andere zijn wel lekkerder. Nou ja, dat kan hè. Ja, wat is het allemaal in Noetje? Komt er weer een nieuwe kitten bij? Wat is dat dan? Als jij die was boven, die heb ik niet gezien. Oké. Okay. Nou, dat vind ik zo meteen wel. Nou, ik had. Ik moest bij me, ja. Nou, ja. Lekker hoor. Zo'n klein poesje, hè. Broekjes eten al. Helemaal naar de zin. Kom even bij me. Ja. Zal ik het even op de bak zetten. Kijk, nou, lekker eten. Nou, die heeft honger. 3 weken geen eten gehad. Ja, ik wil zeggen, ja. Nou, ja, nou kijk. Nog één. Kijk. 2 rode dames. Oeh, kijk eens even. Hé, hey, ja, dat is even. Ze blijft helemaal stilstaan. Die denkt ook, hé. Hey. Asja is kapot. Asja is. Dus. Hallo? Kijk nou. En die andere die heeft dat helemaal niet in de gaten. Kijk, kijk. 2 rode dames. Oh, in een hoekje. Wat? Dat denkt hij, hè? Ik kwam niet een nieuwe poes. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Hier staat die andere poes in het land. Dat is echt malen dan. Ja, het kleine twee is er genoeg. Ja. Heb jij al gezien dat er een nieuwe poesje is? Hè? Heb jij het al gezien? Oh, jij bent nu nog aan het snuffelen. Heb je het al verteld? Zo, kijk. Nou, even bij de andere allemaal kijken. Kan je even nog niet gezien? Ja, je hebt het nog niet gezien, hè? Oh, Asja. Ja, Asja vindt het toch wel interessant. Kijk, die komt ook even kijken, hè? Nee, je kan het alleen maar beter eten. Nu zit ik alleen maar even kontjes wassen. Nou, dit is, een Siber rode kitten en een Noorse. Nee? Nee, een Maine Coon. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat is een Noorse blos. Ja, dat is een Noorse. En anders is een Siberische kat. We hebben nu nog maar 1 Noor en 2 Siberen. En 2 Maine Coon. Ja. Ja. Dicht met de Asja. Goed, ja.
Maar. Ja, zo, ja. Zo. Okay. Kaya, drijf je kont om. Hallo. Hallo. Nog te druk, hè? Ja, je hebt het nog te druk. Ga maar kijken. Hé, gaat ie? Nou, hier wil je zien, jongens. Rosie is nieuw in de tent. Yep. En dat gaat helemaal goed komen. Dus ik ben heel benieuwd. En we gaan jullie natuurlijk helemaal anders laten zien. Ja, Kaya, ga je nog even kijken. Kan je hem nog even kijken? Dan kan je ze met eten. Ja, eten kan ook. Zet maar neer. Eten voor je neus. Gaat het aan de hand? Kijk. Je moet een andere poesje nu ruiken. Nee. Nog één. Is ze blind? Ik denk het. Ja, of ze denkt rood is rood. Ja. Kaya. Kijk. Kontje. Kijk, zo moet je even ruiken. Hé. Dat is een andere. Dat is een andere. Die hebben ze door. En ook geen interesse. Nee. Helemaal prima. Dat is een andere. Oh, ze gaat naar. Toch wel even kijken. En dat is een andere. Duurt even. Ja. Ja, oh, de verkeerde rode. Hij moet die rode hebben. Ja. Nou, die rode die gaat het huis verkennen. Dus voor nu, ik zet hem even klaar. Ja, dan zat er ook nog een kittenbox bij. Zo. Zo. Een goed emmertje. Kinderslot. Zo. Zo. Ik heb hem. Pojonk. Ja. Zo'n klap tegen je hoofd. Ja. Deze kant gewoon. Zo. Zo. Hup. Oké. Okay. Even kijken. Eerste, wat zit erbij? Een schepje. Ja, oké. Okay, zat erbij. Kittenvoer. Een beetje Poolse. Dit vind ik wel netjes. Een dekseltje, als je hem open hebt gemaakt, dat vind ik wel netjes. Dat is zeker handig. Want dat moeten we altijd kopen. En ik ben weer terug. Wat er gebeurde wat. Wat past hier niet? Nee, volgens mij niet. Nee, je moet het duwen. Zo, ja, dat past wel. Okay. Ja, tuurlijk. Dus nou, dat is netjes. En daar hebben we dus nog zo'n blikje van. Oké, okay, ja. Dan hebben we nog gewoon... Een soort Shiba, wat is het? Ja, natvoer gewoon. Natvoer. En dan hebben we hier voor kittens, dat is vooral voor kittens. Zie je, jongens, dat is allemaal... En heb ik hier nog een zakje met nat voer. Maar het is al, dit is met lam. En die is... Dit is met rim. Rund. En dit is met... Dat staat hier, dat staat op deze. Het staat Nederlands. Oh, met gevogelde. Gevogelde. Dat staat er allemaal in Nederlands op. Maar ik denk dat het allemaal uit Polen komt. Ja, denk ik het. Maar goed, ook. Waar dit poesje vandaan komt, zijn ook bij Poolse mensen. Ja. Ik moet wel zeggen, het is de eerste keer dat wij op deze manier een kitten hebben gekregen. Beetje apart allemaal, maar goed, weet je, het is een heel mooi poesje. Hopelijk en, is ook gezond. En de stamboom is ook allemaal heel goed, dus het is een heel... Maar het blijft uiteindelijk een hele aparte manier hoe het gegaan is, maar goed. Ja. Dat even tezijde. We gaan even verder kijken. Ja. Vandaag moet ze even wennen. Het wordt ook echt een wendag, ook voor de andere katten natuurlijk. Voor alle katten. Want die vinden het best wel spannend. Ja. Dus ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. We gaan even kijken. Tussendoor zullen we eventjes wel jullie steeds op de hoogte houden. Ja. Nou, we zijn nu al een uurtje of anderhalf verder. Kijk, die kleine ligt lekker ontspannen. Mm-hmm. Wel op jouw bed. Heeft het alles overhoop gehaald eventjes met die andere rode. Ja. Maar lekker zo. Mm-hmm. Hey, jij gaat eventjes een potje Pokémonnen. Yep. En tegen wie speel je? Sonja. Oh, spannend. Nou, ik wens je heel veel succes. Ja. Ik zie een mooie Pokémon cap. Beautiful. Nou, succes. Dank je. U geeft zelf wel de resultaat. Yes. Nou, net zoals we alle andere katten gaan we ook deze even wegen. Even kijken, wat weegt ze? 1760. Even af. En dan, even lekker strekken. Oh, en dan doen we nog een keertje. Ja. Even wegen. Nee. Want dan hebben we een uitgangspositie. Ja, 1760. Kijk, dan komen ze allemaal gelijk kijken. Ja, ze vinden het allemaal spannend. Ja, eventjes allemaal kijken. Nou, is prima. Nou, 1760 is een heel mooi gewicht voor een poesje voor die paar weken. Ja. Ja. Ben je niet bang, hè? Nee. Ze is zeker niet bang.
Lekker zitten zo. Meestal vind ik kleine poesjes steeds leuk. We hebben twee op de achtergrond nog aan het eten. Heb ik wel gezien. Heb ik niet gezien, nee. Ja, de oude die wil ook spelen. Wat is dat dan? Ja, dan wordt eventjes hier weer van alle kanten gesnuffeld en gekeken. Ja, ze hebben natuurlijk allemaal net geslapen. Ze beginnen nu weer een beetje wakker te worden. Juppita. Ja. Ik vind dat het alleen maar babypoesjes leuk. Oké, nu moet je een beetje de boel aan verkennen. Oude moeken. Wat heb ik daar? Nee, een pluimpje op de camera, dat vindt ze ook interessant. Doe maar wassen. Doe maar wassen. Zo ja. Ja, oude doppers. Nee? Nou, jullie zien jongens, doe een poesje. Even prima aan de zin. Nog spelen? Waar is die andere kleine rode duivel eigenlijk? Oh, die ligt te slapen. Kijk. Kijk, Noot die wil ook even wat te wegen. Ja, Nootje, ik vind dat 36. Laat je jezelf nou gewoon wegen? Ja. Ja, ik zie het wel. Oh, dit zijn dus de twee Maine Coons, hè? Dus ja. Die kleine rode. En hier Marley natuurlijk, onze Belgische vriendin. Ja, en Sibir, ik denk dat Son nu Asje aan het pakken is. Oké. Okay. En daar hebben we de enige lonely. Ja, Noor. Noorse bosje. Ja, ja. Nou ja. Oeh, lekker, lekker, lekker. Twee. Lekker, 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 lekker. Asje is van... Het is echt een poeservlogje vandaag, hè? Ja. Ja. Oh, poeselokje. Mauw, mauw. Mauw. Mauw, mauw. Mauw, 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 mauw. Nou, toppie. Hartstikke goed. Nou, die ligt gewoon op de grond hier lekker te slapen, die kleine uurtje later. Waar ligt nou iemand naast? Goh. Dat is gewoon lekker te slapen. Ja? Hé, hey, ik kom weer terug. Hmm. Hallo. Lekker hè? Komt de ander even kijken. Hé, hey, staat voor mijn beeld, hè, Bolle. Ja. Ja. Ik heb er precies voor staan. Nou, ze zit lekker bij jou op de bank, aapkop. Jongen, jongen, jongen. Ja? Ja, ja, kom maar terug. Ik ging even beter zitten. Ik zat een beetje achteruit gehad. Hey, topper. De vakantie is eigenlijk voorbij. Nee. Ja. Ja, ik heb ook wel heel veel zin om weer naar school te gaan. Jij hebt wel weer zin naar school te gaan? Oké, want morgen is school. Ja. En wij naar werk.
Dus ja, jongens, de vakantievlogjes zijn nu weer voorbij. Ja. We gaan nu weer gewoon een beetje In het normale leven. Ja. En nou goed, dat gaan we zien. Doen. Ik denk dat we vandaag speciaal een poezenvlogjes kattenvideo met daarbij als hoogtepunt de Roosie erbij. Ja. De Maine Coon. En dan zien we elkaar morgen. Yes, ja? Tot morgen. Doei doei. Doei. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!